De realiteit is ook gewoon dat als je naar de zetels, naar de peilingen kijkt, nou, het CDA staat er niet florissant op. Maar als je kijkt gewoon naar welke partijen nou de afgelopen maanden bepaalde voorstellen hebben gesteund die niet de boerensector altijd helpt. En daar zit uw partij helaas ook onder. Dan neemt het aantal partijen die de agrarische sector daarin kan helpen toch wel per saldo af. Dat is toch de realiteit. Heer Gauws. Voor de voorzitter, ik ben nu vervanger. Ik ben 14 jaar woordvoerder geweest van de boerentuiners en vissers. Het beter verdienmodel voor boeren ten laste van de retail, waar nu aan wordt gewerkt, is een motie Gauws. De Natura 2000 gebieden. Ik was de enige die dat tegen was namens de PVV. De enige. Dus hoe kunt u nu zeggen, in godsnaam, na hetgeen wat ik 14 jaar lang heb gedaan, dat u zegt dat ik er debende ben dat boeren naar de knoppen zijn het gaan. Wij hebben gewaarschuwd, ook dat die Europese richtlijnen allemaal die boeren om zeep helpen. Dat is, ik ben juist degene geweest die er altijd voor gewaarschuwd heeft. De boeren zijn ook de grootste netto betaler voor hoofd van de bevolking. Ze hebben hun eigen concurrentie gefinancierd in landen waar ze het woord dierenwelzijn nog moeten uitvinden. Ga mij nou niks verwijten. Dank u wel. Ik ben de man van de beter verdienmodel voor boeren. En ik sta achter al die moties. Je bent totaal niet op de hoogte. Van wat er allemaal is gebeurd hier de afgelopen jaren. Voorzitter, ik spreek hier namens mezelf, niet namens God. Ook al heb ik misschien een heel overtuigend verhaal. Maar ik zou heel graag de heer Gauws weer terug in deze commissie willen zien. Zodat hij met mij samen kan strijden tegen moties over, als het gaat over gewasbeschermingsmiddelen, die niet op basis van wetenschap, maar op basis van emotie, toch aan de meerderheid worden geholpen door de Partij van de Vrijheid. Of als het gaat over bijvoorbeeld abonnement wet dieren, waar het natuurlijk gedrag van dieren leidend moet zijn. Geen idee wat ze daarmee bedoelen. En als ik vraag aan de partijen die ervoor hebben, iedereen geeft er een andere uitleg aan. Dat wordt toch gesteund door de Partij van de Dieren. En ja, dat is heel ongemakkelijk, maar het zou misschien helpen als de heer Gauws, in plaats van zijn collega misschien in de commissie zijn, en dat hij samen met ons kan strijden. Maar ja, helaas helpt de PVV de laatste maanden daar niet in. Ik heb hier, of in de oude zaal moet ik zeggen, niet hier, heb ik staande ovatie gehad van boeren, tuinders en ook van vissers in commissiezalen. Ik weet echt niet waar de heer Boswijk het van haalt. Want ik heb altijd gezegd, we willen een beter dierenwelzijn. Er is geen enkele boerenstratege die ik ken of ooit heb ontmoet. Maar ze zeggen wel, er moet wel voor betaald worden. En dat niet alles naar die quote top 500 jongens toe gaat. De voedingsbedrijven, de slachthuizen, de retail. Dat zijn de gasten die het grote geld pakken. En als wij zeggen, de boeren moeten voldoen aan een goed dierenwelzijn, een beter dierenwelzijn, dan moet daar het geld vandaan komen.